Maandag presenteerde kunstenares Birte Leemeijer haar ontwerp van de ijsfontein aan de inwoners van Dokkum. Voor de inrichting van de markt in Dokkum heeft de gemeente Dongerendeel gekozen voor een totale herinrichting. Zo kon de beste plek voor de fontein in goed overleg met de Mischiefscommissie worden gekozen. Het plein wordt heringericht met afwisselend stenen en gras. Hierdoor verdwijnt een aantal parkeerplaatsen. De naam IJsfontein, een ijsfontein, hoe ben je daarop gekomen? Ik ben opgegroeid met de Elfstedentocht. Ik weet wat er in Nederland gebeurt als de temperatuur onder het vriespunt daalt. En ik weet ook hoe geobsedeerd Nederlanders zijn met het weer en het al dan niet uitblijven van de tocht. En ik vond het eigenlijk een heel mooi aanknopingspunt, omdat ik dacht, ja, ik kan het eigenlijk via dit project kan ik het gaan hebben over de verandering in het klimaat en wat dat betekent. Dat is, over het algemeen is dat een heel groot onderwerp waar je als individu eigenlijk heel lastig toe kan verhouden, omdat het zo veelomvattend is. En ik dacht, misschien kan ik via dit project het weer terugbrengen tot menselijke proporties door een fontein te gaan maken die ijs gaat vormen afhankelijk van de hoeveelheid groene energie die krijgt. En het is eigenlijk op die manier dat ik erop gekomen ben. Ik ben ook geïnspireerd geraakt door de ijsbaarden die mannen op hun kinnen hebben rond de tijd dat ze in Dokkum komen. Zoals je weet wordt Dokkum ook wel de helft van het noorden genoemd. Je bent bijna bij de finish, maar dan moet je nog die afslag omhoog en dan ook nog eens een keer terug. En ik vond dat verlangen naar dat ijs en naar die tocht en naar die kou en het uitblijven, dat vond ik eigenlijk een hele mooie basis. Ik dacht ook van dat martelaarsveld, hè, waar die ijsfontein komt. Dus Bonifatius is bij Dokkum vermoord. En daar werd een terp opgeworpen. En dat is ook wat nu de markt is. Ik dacht, ja, die Bonifatius die was een martelaar van zijn tijd. En wat betekent het eigenlijk voor ons? Waar willen wij nu voor strijden? Wat is eigenlijk groter dan wij zijn? En toen dacht ik, ja, die klimaatverandering, en dat vind ik eigenlijk wel heel interessant om te kijken hoe wij ons, hoe wij en de mensen in Dokkum zich tot die problematiek kunnen en willen verhouden. En het is ook om die reden dat ik heb gezegd, Bonifatius hakte de heilige eiken om, die door de Friezen op dat moment werden vereerd. En ik heb toen ook gezegd van, ik wil graag dat de eiken terugkomen op het plein, omdat de eiken als het ware de martelaren van de 21ste eeuw zijn. Ik heb het schetsontwerp gezien, nu het voorlopige ontwerp. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, heb ik begrepen, met de techniek. Dat klopt. Ik heb contact gezocht met de Technische Universiteit in Delft. Omdat ik dacht, als er één plek is in Nederland waar heel veel onderzoek wordt gedaan naar alternatieve energie en wat dat betekent, dan is het daar. Zij hebben een aantal producten ook in de test. En een van de twee delen van het ontwerp is een sculptuur. Die bestaat uit zonnecellen. En die moest op het bovenplein komen in Dokkum. En die zou dan de energie opwekken waar ijs mee wordt gevormd. En die zonnecellen in de openbare ruimte, dat is heel erg in de ontwikkeling. Het zal waarschijnlijk over een paar jaar zijn dat we het ook allemaal heel gewoon vinden. Maar uit de tests die zijn gedaan, er is nu één fietspad in Krommenie. Bleek dat het nog in een te vroeg stadium is om het nu al te kunnen toepassen. Ik kon ook geen creatieve toepassing nog onderzoeken, omdat het materiaal daarvoor nog te veel in de testfase is. En we werken natuurlijk met een deadline. Het moet in 2018 klaar zijn. Ja, zeker, dat moet. Nou wordt het een ijsfontein, maar komt er ook nog water bij kijken? Of is het puur ijs? Het is zo dat er wordt wel water toegevoegd aan deze fontein, maar het is heel erg weinig. Want het is namelijk zo dat we hebben een testmodel gemaakt. Als je wil dat de fontein ijs vormt en ijslagen gaat maken, dan moet je het water heel erg gedoseerd toevoegen. En het is ook zo, daarom heb ik mijn ontwerp enigszins aangepast. Ik wil eigenlijk de sculptuur ook zo maken dat als je bepaalde onderdelen van de fontein uitzet, dan krijg je smeltwater dat net boven nul is en dat smeltwater vervolgens weer naar andere delen gaat die nog onder nul zijn. Zodat je met zo min mogelijk energie optimale ijsvorming krijgt. En eigenlijk moet dat een soort van beeld maken dat voortdurend transformeert, dat voortdurend verandert. Nou kijken we vandaag ook naar de inrichting van de markt. Vindt u de mooie plaats? Ik vind het een hele mooie plaats. Ik vind Dokkum en de markt
De markt in Dokkum is een hele bijzondere plaats omdat het een hele rijke geschiedenis heeft. Er zijn meer dan 1000 jaar lang mensen begraven. En ik denk dat de veranderingen die nu gaan komen ten aanzien van de inrichting van het plein, dat die veel meer recht doet aan de rijkdom en de betekenis van die geschiedenis.